Het ministerie van Openbare Werken is er redelijk in geslaagd om zich voor te bereiden op de regenperiode, zei minister Riyad Noor Mohammed gisteren aan journalisten. De bewindsman zegt dat er wat middelen vrijgemaakt moeten worden ten behoeve van herstel van de apparatuur waarmee ontwatering van enkele gebieden moet plaatsvinden. De regens die we zien zijn inderdaad, zoals we vaker hebben gezegd, korte periode heel veel regen. Maar wat je ook hebt gezien, want ik heb ook zelf gekeken, dat het water binnen 24 uur wegtrekt. Dat betekent dat wij heel goed in staat zijn geweest onze kanalen te onderhouden. En die gebrekkige sluizengemalen, die functioneren ook redelijk goed. Wat er wel is, er is een achterstand met ons investeringsprogramma wat ik had gezegd. Wij zouden in Paramaribo eigenlijk al moeten zijn begonnen met herstelwerkzaamheden en vervanging van nieuwe pompen en gemalen. Daar is een achterstand in vanwege overeenkomsten die nog getekend moeten worden, waardoor de middelen niet vrij zijn gemaakt. We hadden gisteren nog overleg met financiën, dus ik verwacht deze week. En dan gaan we voor dit jaar niet kunnen beginnen, het is te laat. De bewindsman merkt op dat er al een bestelling is gedaan voor nieuwe pompen. De waterbouwkundige werken worden in 2023 opgestart. Noor Mohammed zegt dat hij gehoopt had deze voor de regentijd te bewerkstelligen. Volgend jaar zullen de waterbouwkundige werken starten. Dus er is een achterstand helaas. Ik had gehoopt voor die kleine regentijd al wat nieuwe installaties te kunnen hebben. AZP, dat is op planning voor volgend jaar pas. Dat was niet voor dit jaar. Volgend jaar moet die af zijn. Maar langs de Anton Drachtenweg tot Wanica gaat naar begin volgend jaar. Dus we moeten putten uit reserves. En die reserves heb ik nog niet. Het is een verschrikkelijke situatie. Maar goed, ik moet eerst middelen hebben. Dus die middelen zitten we te zoeken met het ministerie van Financiën. Voor wat betreft de omgeving bij het Academisch Ziekenhuis zegt de minister dat er volgend jaar geen water meer daar mag blijven zitten. De herstelwerkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond, maar na de afronding moet het overtollig water gelijk kunnen wegstromen.